Hallo, hallo, welkom bij Wees de Crypto, 25 september 2020. En deze video is voor de meeste mensen denk ik niet bedoeld, maar zij die gisteren die video van mij hebben gezien, mijn topper, de toptip, met hoog risico, dat wil ik er echt nog een keer bij benadrukken, en die geïnteresseerd zijn geraakt in die SAFE tokens die in november cover tokens gaan worden. Let op, want dit is een heel belangrijke video. Gisteravond namelijk, nadat ik mijn video had gepubliceerd, kwam dit artikel mij onder ogen. En het is ook pas gisteren verschenen, dus ik wist het nog niet toen ik de video opnam. Die SAFE tokens die worden gemigreerd naar SAFE 2 tokens. En dat houdt in dat als jij nu niks doet de komende dagen, en je hebt gisteren SAFE tokens gekocht op Uniswap, of je bent ze op dit moment aan het farmen, dan vis jij achter het net. Het is namelijk zo dat alleen SAFE 2 tokens straks gemigreerd kunnen worden naar cover tokens. Dus je moet de komende dagen in actie komen. Er is namelijk vanaf 12 uur, ik weet niet welke tijdzone, 12 uur 26 september tot 1 oktober, wederom 12 uur, heb je de mogelijkheid die je moet nemen om te migreren van SAFE naar SAFE 2. Vijf dagen de tijd. Dat kun je op deze website doen, yieldfarming.insure. Nou, dat is verder gewoon een bekende website. Als die vijf dagen verstreken zijn, dan zal een nieuw gefarmde SAFE niet meer in aanmerking komen voor migratie naar SAFE 2. Kijk, het farmen van SAFE 2 is dan gestopt. En dat is natuurlijk een ander verhaal dan ik gisteren nog vertelde in mijn video. Daar is wat in veranderd. Nou, dit NFT coverage hoef ik denk ik niet over te hebben, want er was geen cover wat we konden gebruiken om te farmen. En wij hebben dat, als je mee hebt gedaan, als je nu aan het farmen bent met die WNXM tokens, nou dan geldt dit dus niet voor jou. Als je dit migratiewindow hebt gemist, dan zullen jouw SAFE tokens niet omgezet kunnen worden. Nou ja, dat had ik natuurlijk al verteld. Kortom, er is actie van jou gevraagd de komende dagen. En dan de migratie naar cover tokens vanuit SAFE 2 tokens. Nou, die zal dus zijn als de cover protocol, de beta test en de audits gedaan zijn en alles klaar is. En ze verwachten dus dat het 1 november zal zijn. Nou, ze benadrukken hier nog, cover is een waardeloos beheertoken. Zelf is gezegd door André Grenier over IFI. En het heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe er naar zo'n token gekeken wordt door de SEC. Wordt het bestempeld als een security of is het dat niet? Dat maakt nogal een wezenlijk verschil in regulering. Tokenomics, die worden nog bekendgemaakt, want ja, die zijn zelfs nog in ontwikkeling. Ja, het is geen kant-en-klaar iets wat je koopt, hè? Ik zeg al, er zit een hoog risico aan. Maar goed, het kan wel eens heel mooi uitpakken als dit straks een werkend product gaat worden. Maar dat had ik al gezegd. Dan hebben we nog even kort, hè, want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd deze video op te nemen. Wij gaan namelijk op vriendenweekend. En dan gaan we allemaal met tenten, caravans ergens op een veldje staan. En we hebben lang moeten wachten, want het was de hele tijd zo mooi weer. En maar met het baggerweer dit weekend voorspeld. Ja, dat is een uitgelezen kans om dat te gaan doen. Helemaal corona-proof voor dat wel. We hebben er al een paar afgezegd omdat ze een snotneus hebben bijvoorbeeld. Dat gezegd hebbende, dit verscheen ook vandaag eigenlijk pas onder mijn ogen. De EU die kondigt volledige regulering aan. Volledig regulering framework voor crypto's. Niet dat ik hier nou depressief van word, want ja, het is onvermijdelijk natuurlijk dat wetgeving uiteindelijk tracht wat grip te krijgen op de wild wild west world van crypto. En ja, ik denk, er staan er geen heel dramatische zaken in. Er wordt verhelderd wat nou als een crypto asset bestempeld mag worden. Er komt komen duidelijke regels voor het bewaren van crypto en kapitaal. Ik denk met name als je dat ook voor anderen doet. En wat is de relatie tussen de tokenuitgever en de tokenhouder? En welke procedure is er om klachten in te dienen tegen projecten? Nou, dat kunnen we toch alleen maar voor zijn. Ook nieuwe ideeën die krijgen de ruimte van wet en regelgeving om een infrastructuur te ontwerpen om te kunnen handelen en crypto's op te kunnen slaan. Daarmee zou de EU de grootste en meest significant gereguleerde ruimte van crypto's in de wereld gaan worden. Ondersteund door alle 27 lidstaten en vijf
Europese ministers hebben hun zorgen uit over stablecoins. Nou, in het verlengde daarvan zullen de stablecoin uitgevers die zullen te maken krijgen met bepaalde controles of alles voldoet aan de wet. Kortom, tot nu toe, van wat ik hiervan lees, kan ik hier niet tegen zijn, alleen maar voor. Een kriebeltje. Oh jee. Mag ik nou niet naar mijn vrienden? En al die biertjes dan die op mij staan te wachten. Jullie hebben niks gehoord, hè? Shh. Ik voel me verder kip lekker, hoor. Link wil ik nog even mee besluiten. Heeft het natuurlijk al heel goed gedaan, hè? Die dikke bullish engulfing candle gisteren. Waarbij we op deze supportlijn flink zijn gestuit. En op dit moment zo waren we weer boven deze diagonale supportlijn komen. Maar ik weet nog niet of het lek boven is, hoor. Ik zing nog geen halleluja. Ook al zingen er veel misschien wel halleluja. met 44% omhoog van dat tot helemaal daarbovenaan. De hele markt laat, die overtuigt me nog niet zo. En wie weet gaan we nog een keertje. Ik wil geen doemdenker zijn. En sowieso jullie weten, ik ben natuurlijk ontzettend positief voor de linkprijs naar de toekomst toe. En we gaan het zien, mensen. Nou, dat wilde ik even kwijt. Mensen, doe die link, doe die safe migratie de komende dagen. Zet het in je agenda. Plak een briefje op je monitor. Tatoeëer het op je, op het hoofd van je vrouw of wat dan ook. Maar doe het. En voor nu, let goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei!